Mijn naam is Jeroen van Nistelrooy. Ik heb de commercial lead voor de winkels van Tele2. De eigen winkels hebben wij nodig, aangezien wij kort geleden de vierde netwerkoperator in Nederland zijn geworden. Maar goed, om retail goed neer te zetten, er is een hoop aan de hand in retail, hebben wij getracht om een wat meer servicegerichte omgeving neer te gaan zetten met warme materialen, waar de klant zich welkom voelt en waar de ervaring heel erg ligt op experience van de producten. En onze diensten uiteraard. En ik wil jullie graag vandaag eventjes meenemen in onze winkel. We staan hier bij de tafel met telefoons. Vanzelfsprekend een van de belangrijkste plekken in onze winkel. Klanten ervaren hier de producten. Vandaar dat we het heel erg belangrijk vonden dat de producten goed beveiligd zijn, maar niet belemmeren in het ervaren van deze producten. Vandaar dat we hebben gekozen voor de 2800 serie van InView. Weinig zichtbaarheid van de beveiliging boven de tafel, veel is onderweg gewerkt. Eén kabel die en laat en beveiligt. Dus voor de klant eigenlijk alle gebruiksgemak om het product te ervaren. En voor winkelmedewerkers is het heel prettig dat ze gemakkelijk de producten kunnen wisselen. Dus ook daar leidt dat tot tevredenheid. Een van de belangrijkste zaken voor ons is de customer journey in de winkel. Wat we vaak zagen in retail en wat door klanten ook als negatief wordt ervaren, is dat de medewerker bij een aankoop naar het magazijn moet, in de back-office en vervolgens weer terug in de winkel om het product aan te bieden. Vandaar dat we met een werkvoorraad in de winkel zitten, zodat de klant met de verkoper het product uit de kast kan pakken. Maar goed, ook daar kwam weer het beveiligingsstuk naar voren. En wat daar heel prettig is, is dat dezelfde sleutel van InView, waar de producten mee worden beveiligd, ook gebruikt kan worden om de kast open te maken. En daarmee optimaliseren wij de customer journey weer een stuk verder in retail. Een van de zorgen in de winkel is natuurlijk de blootstelling van de voorraad aan winkelend publiek. Maar met deze oplossing van InView sluiten de kastjes vanzelf, waardoor we die zorgen ook weg hebben kunnen nemen. In onze wereld is het belangrijk om de klant mee te nemen in de wereld van de verschillende ecosystemen. De technologie is vaak aan elkaar verbonden. Zoals in dit geval heeft een smartwatch een smartphone nodig om goed te kunnen functioneren. Dus is het ook echt van groot belang om dit bij elkaar te laten zien. En bij de klant echt te laten ervaren hoe het product werkt. Vandaar dat we bij deze oplossing zijn uitgekomen. Oplossing van InView waarbij eigenlijk deze twee beveiligingsoplossingen die er esthetisch goed uitzien weer op elkaar zijn aangesloten. En waarbij de klant zelf de smartwatch om zijn pols kan doen, uitleg van de medewerker kan krijgen hoe het functioneert en daardoor ook beter geïnspireerd raakt. Uiteraard ook met als doel om uiteindelijk meer hiervan te gaan verkopen. We gebruiken deze oplossing niet alleen in combinatie met smartwatch, maar ook met andere producten zoals bijvoorbeeld speakers, om deze naast een telefoon of een tablet te laten zien. Vanuit onze formule proberen wij natuurlijk zoveel mogelijk eraan te doen om klanten niet te laten wachten. Mocht dit wel een keer het geval zijn, dan hebben we getracht aan deze tafel om dit zo comfortabel mogelijk te maken. Dat doen we met tijdschriften die we hebben staan. Mensen kunnen lekker zitten, kunnen hun telefoon opladen. Maar mensen kunnen ook gebruik maken van de draadloos beveiligde tablet. En hiervoor wilden we graag een draadloze oplossing om het gebruiksgemak van de klant zo goed mogelijk te maken. Wat prettig is, is dat je vanuit de formule zelf kan instellen welke actieradius de tablet moet hebben rondom de tafel. Waar we hem ook voor gebruiken is dat medewerkers samen met klanten advies geven vanaf de tablet over de producten en de diensten die wij hebben. En dit draagt echt enorm bij in onze formule.